Originalität. Kreativität. Durchsetzungsvermögen. Ruhe. Regie. Ik ben Appie Dassen, ik ben 18 jaar oud en ik beoefen de sport freerunning. Voor mij is freerunning meer een levensstijl. Veel mensen zien het als een sport omdat het heel fysiek overkomt. Maar in het freerunning is een hele andere wereld ook nog. Het is eigenlijk 20-30% fysiek en 70% mentaal. En dat hele mentale stuk, dat trekt mijn aandacht eigenlijk in deze sport. Kom maar, hier heb je. Let's go! Voor mij is de balans zoeken tussen de mind en je lichaam. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar het is je lichaam leren kennen en die aanpassen op jouw mind en andersom. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde sprong, die kan heel eng zijn voor je. Dat je denkt van, oeh, dat is toch wel een flinke afgrond. Maar de afstand kun je halen. En dan moet je die balans vinden van, oké, mijn fysieke lichaam, die kan dat aan. Mijn kracht kan dat aan. Alleen nu moet ik even mijn mind hierboven omschakelen om dat ook daadwerkelijk te doen. En dat kun je bij allemaal alledaagse dingen toepassen. Ik ben een beetje bang dat ik hier niet... Ik heb hier ook wel angst voor, maar dat komt omdat ik mijn hoogtevrees heb, denk ik zo. Want... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dit niet zal hebben. Zeker te doen. Het enige is met de hoogtevrees. Die zit wel een beetje dwars. Maar alle vorige concrete. Bijvoorbeeld deze hier, die vel, die, ja, ik weet niet. Ik zit wel in die mindset om over die barriers te komen. En ik denk ook wel dat ik hier een line-out kan maken. Het is alleen eng. Met de mos en het hoogteverschil, hij is niet ver. Dat is eigenlijk lastiger dan dat het, ja, een vrij verre compris zou zijn. Dat je nu heel erg moet inhouden. En dat is altijd het eng. Maar gaat wel goed komen. Voor mij is alleen trainen, vind ik dat altijd wel lastig eigenlijk, omdat ik merk dat ik heel erg in mezelf zit. En ik merk ook gewoon als ik met een groep ben, dat ik die adrenaline krijg, dat ik hulp krijg, dat mensen me aansporen om bepaalde dingen te doen, dat ik merk dat ik sneller uit mijn comfortzone stap. En na die trainingen, vooral met een groep, denk ik van, wauw, kijk wat ik heb gedaan. Ik heb echt gedaan wat ik wou, misschien zelfs meer. En als ik alleen train, merk ik gewoon dat ik eigenlijk altijd een beetje
ja, een soort van teleurgesteld ben. In die zin zeg maar, dat ik denk van ja, ik heb niet gedaan wat ik wou doen. Het liep allemaal niet zo lekker. Vooral omdat ik dus niet die balans kan vinden tussen mijn lichaam en mijn mind. Dat ik me gewoon niet helemaal kan storten op dat ding wat ik wil doen. Vooral als het iets engs is of iets wat ik nog niet heb gedaan. Maar ik merk gewoon als daar er geen mensen bij zijn, dat ik dat gewoon niet, ja, kan gaan volbrengen als het ware voor mezelf. Je zit een beetje in je eigen wereldje als het ware. Ja, en dat remt je enorm af. Spannende en heftige tricks niet kan inzetten omdat ik dan te ver in mijn mind zit met oh, wat is dit gebeurd, ja er is niemand die me kan helpen of dit, weet ik wat, allemaal die kleine dingetjes ja, die zorgen dat ik dan niet goed kan trainen of in ieder geval niet op het niveau dat ik zou willen eigenlijk. Nou, en ik vond nergens een plek waar ik het kon doen, nergens mensen die dat deden. Dus toen ben ik mezelf het initiatief gaan nemen met mijn vriend Daan om dat wel te gaan creëren in Maastricht. En we zien gewoon dat gedurende de tijd dat we steeds meer mensen tegenkwamen. Studenten van over de hele wereld die in Maastricht waren aan het studeren. Die zagen ons freerunnen en de volgende dag kwamen ze meedoen. En je ziet gewoon dat die hele cultuur, dat die hele freerunning community eigenlijk is aan het opbloeien. Mede door gewoon het trainen in de stad, dat mensen zien van oké, er zijn steeds meer mensen die de sport beoefenen. Ja, en dat is super gaaf. Nu ben jij. Dat is oei, oei, oei. Ja. Mental battle. Nou, ik weet niet of ze slim is voor. Ja, dat zijn leuze te geven. Dat ik dit soort shit ga doen. Ik had het mezelf aangeleerd, het freerunnen. Aan de hand van YouTube en allemaal tutorials opzoeken. En gewoon een oude matras in mijn tuin gooien en daar wat op proberen te doen wat ze in de video's deden. Ja, het is zo grappig om weer op het oude vertrouwde matrasje te gaan freerunnen. Dat ik nu gewoon allemaal tricks zomaar doe. Als warming-up waar ik zoveel voor heb getraind en nu ja, dat dit is gewoon echt geschiedenis hier. Dit is waar het allemaal begon. Zo grappig om weer terug te zijn. Een soort van nostalgisch gevoel. Ja, lekker. Dat leek verbazingwekkend, Gempe. Gelukkig. Dat vind ik heel maf. Geen een kork in. Hola, hola. Hi.
Het coole is van Appie en Freerunning is dat het ook in gemeentelijke kringen bekend is. En de naam ook bekend is. Ondanks dat daar niet de hoofdfocus bij ligt. En daarmee kun je, vind ik wel dat je ziet dat het gewoon heel goed gaat. Want meer mensen en meer mensen krijgen daar een oog voor. En dan begint je community te groeien. Die mind, ja. En dat spreekt ook voor Appie, die is niet roekeloos, die denkt na in de zin van, die zet alles heel strategisch uit. En die gaat kijken en iemand, een hele goede sporter bijvoorbeeld, gaat die modelleren, gaat die naar kijken. Wat doet hij precies? Wat heeft hij aan? Hoe ademt hij? Wat is de afstand? Hoe doet hij dat eigenlijk? En dat is een eigenschap die Appie heeft. Hij gaat heel doelgericht werk en hij is heel erg gefocust. En ik denk dat dat heel belangrijk is in deze sport, want anders dan... Ja, dan is het echt gevaarlijk. Ja, kijk. Hoe trots? Ja, super trots. Omdat... Eigenlijk een combinatie van zaken hoe hij in het leven staat en hoe hij in dit geval zijn sport daarop doorlaardeert in zijn leven, in zijn mindset. Dat heeft allemaal met elkaar te maken en dat vind ik bijzonder knap. Daar kun je echt wel trots op zijn, denk ik. Wat hij neerzet, hoe hij daarachter staat, hoe hij ermee omgaat, ja. Top. Gewoon. Ja. Okay. Ik wil iemand even studeren. Oh. Freerunning is voor mij echt even een escape moment, om het zo maar te zeggen. En voor mij vind ik het eigenlijk, en dat klinkt misschien heel raar, maar mindfulness. Omdat je zo in het moment bent, als je bijvoorbeeld een sprong gaat doen of je bent bezig, dan denk je niet aan wat zou ik morgen vroeg eens gaan eten of wat ga ik vanavond dus doen. En je focus je echt op dat moment waar jij bent. Je beleeft eigenlijk elke seconde dat je bent aan het bewegen, dat je bent aan het leven, aan het sporten. En voor mij is dat gewoon heel belangrijk om af en toe eens af te sluiten van de wereld en gewoon op één ding te richten en alleen daarmee bezig te zijn. Mijn mind even rust te geven en zelf te groeien. En dat is voor mij de ultieme vrijheid.